Yo mensen, goedemorgen hier. We zitten bij het ontbijt. Kijk, ik heb dit. Dit zijn een soort van oliebollen of zo. Ik weet niet precies. Ei en broodjes. En Timo zit weer aan de friet. Nou mensen, we zitten nu weer bij Island. Ja, ja. En wij gaan. Wat gaan wij doen, Lars? Wij gaan. Glijden. Glijden. Nou mensen, we hebben hier dus even gegleden. Dat hebben jullie niet gezien. En Timo, waar gaan we nou heen? Aqua toch? Aqua. We lopen dus bij Aqua, hier heb je ook binnenzwembad. En daar gaan we ook even heen, want daar zijn we nog niet in geweest. Kijk jongens, dit is Aqua. Want dit is allemaal rood en zo. Let op. Jongens, de glijbanen bij Aqua zijn open. Jongens, we gaan eraf. Van de halfpipe, sowieso. Oh, die is beslaan. Die is wel ziek hoor. Maar wel klein, maar wel, ja, wel ziek. Oké jongens, we staan dus te wachten voor de banden van de tol. Of van de halfpipe bedoel ik. En wij gaan even filmen. Nou jongens, we lopen naar boven. En daar hebben we Lars. Lars! Ja. Kom! Zij wou die poort dicht gaan doen. En wij zo, no, please, please. En toen mochten we nog echt de laatste keer erin. Want het is nou bijna 12 uur, dus ze gaan sluiten. We gaan met de lift, we zijn nog in Aqua, we gaan met de lift, gaan we helemaal omhoog. We hebben vanaf de zee de linkse toren gaan we pakken, dus daar kunnen we op Ocean kijken heel misschien. Want het is een glazen lift. Het is helemaal niet. Nee, dat zei je dan. Nee, dat is bij Splash. Nee, dat is bij Splash. Oh, dat is bij Splash. Oké, Finn heeft dus op elke knop geduwd. Hij had eerst op de 5 geduwd, maar ze gaan dus 1 voor 1 open. En hoor dat geluid van die deur als ze dicht gaan, dat knopje. Ja. Dat is echt een heel zielig geluidje. Toch? Ja. Tadaan. Wow, we zitten helemaal hier zo bij het dak ook. Wow, kijk. Sico. Oké, we gaan naar de andere kant proberen. We kunnen nog hoger. Nee, daar gaan we niet heen, Tima. Daar gaan we niet heen. Kom, we gaan terug. Moet niet vallen, ouwe. Ja, deze moet ik even in mijn hand houden, ding, ja. Kijk, daar is Ocean, de achterkant van Ocean. Dat is keiziek, dat heb ik gisteren ook al verteld. Dat is zelfs Marine, alleen ja, dat is toch gewoon echt fucking ziek, jongen. Dat is echt niet normaal. Ik vind dat zo ziek, hè. Kijk, en dit zijn de huisjes van Aqua, ja. En daar zo zijn de glijbanen. Dit is heel naai. Hij naait hem eruit en wij zitten nou. Godverdomme. Hey. Ik zweer het als iemand achter de idee, hè. Dat is allemaal echt lul. Dat pakt. Wel een mooi uitzicht. Nou jongens, daar staan we weer aan de andere kant. En wat denk je? Timo loopt weg en doet de deur op dicht. Oh, ja, rustig. Kijk ze dansen, jongen. Wel een mooi uitzicht. Alweer. Bij Dark Ocean. Woehoe, mooi man.
was de elbe hobby. Hey. We hebben drinken gehad. Bij Vin zit Aqua. Nog in de lift. Vin zit nog in de lift. Hij deed de lift dicht waar wij in de opening stonden. Ja, dus die lift ging dicht. Ja, en, toen ging hij weer open. Ja, toen ging hij weer open omdat wij dus tussendoor liepen. En maar hij had op 4 geklikt, ja. Dus waarschijnlijk is hij nou naar 4 en 5 stond ook al aan. Dus hij is eerst naar 4, dan is hij weer helemaal terug boven en nou, dan komt hij waarschijnlijk weer hierheen. Lifttoertje. Jongens, we gaan nog even in de indoor pool. Want hier ben ik nog nooit in geweest, hier zo bij Aqua. Oh, dat echoed goed. Oké, jongens, wij hebben nu gegeten en wij gaan nu weer terug naar Aqua, want de kleibanen zijn weer open. En dan gaan we daar even onrides maken voor een andere video. Dus dat gaan we doen. Dat geluid van die slippers. Bij Aqua ga ik natuurlijk ook weer even wat filmen, maar niet al te veel, want we gaan gewoon de onrides opnemen voor een andere video. Hé, hey, we lopen hier... Oh nee, kut, want we moeten nog even langs jullie moeder. Oké. Ja, tot zo. We zitten weer nog steeds bij Aqua. Kijk, daar is Aqua. Daar is de halfpipe daar zo. En deze bar, Aqua bar, is, daar kan je allemaal dit halen. En daar kan je van 10 tot half 5 is dit open. Dus je kan hier gewoon de hele dag als je honger hebt, kan je hier eten halen. Dus daar gaan wij ook zeker gebruik van maken op deze vakantie. Hoop. Nou mensen, we gaan nou dus even eten. En ik ga mijn GoPro niet meenemen. Want ik heb geen broekzakken. Dat is eigenlijk de reden. Ik kan er wel omheen gaan draaien, maar ik heb gewoon geen broekzakken. En ik wil mijn telefoon ook mee meenemen. En ja, daarom dus. Dus doe even like, abonneer even en check bij jullie. Later. Houdoe.